Dat is toch belachelijk? Weet je het wel zeker? Dat hij homo is? Waarom hangen die twee dan zo'n krankzinnig verhaal op? Het kan me echt niks schelen dat hij gay is, maar het gaat mij om al die leugens. Ja, en dan zegt ze dat vrouwen achterbak zijn. Tja. Hey. Hoi. Rick heeft mijn vader gevonden. Hij is homo. Ja, dat verbaast me niks. Ik wilde niet bevooroordeeld zijn, maar toen ik hem zag in zijn kleding, toen had ik al zo'n vermoeden. Dus jij hebt hem gezien? Ja, een paar dagen geleden bij Rick. Ik had Rick geholpen om een afspraak met hem te maken. Is zo boos op je? Ja, natuurlijk. Hoe kan je zo stom zijn? Wij maken afspraken om alles in goede banen te leiden en dan vloep jij het er zomaar uit. Ja, schat. Stom. Ik weet het. Maar ik kan het niet meer terugnemen. Okay, nu kunnen we het verder wel vergeten. Oké, ze is nu even boos. Maar we kunnen toch steeds proberen uit te leggen hoe het allemaal... Je kent haar niet. Als ze zegt dat ze niks met je te maken wil hebben, dan is dat ook zo. Ah, ik heb het flink verkloot. 25 jaar geleden en nu weer. Wil ze je ook niet meer zien? Daar gaat het niet om. Jawel. Daar gaat het juist wel om. Ze zegt dat ze het heeft afgesloten, maar dat is niet zo. Dit blijft maar dooretteren. Kijk, als je nou echt een lul zou zijn geweest, dan had ik er geen moeite mee dat het loopt zoals nu loopt. Maar nu wel. Het is een ontzettend leuk meisje. En ik heb heel veel spijt dat ik niet eerder aandacht aan haar heb besteed. Dus ik kan het hier niet bij laten.